Welkom bij Yoga Works. Voor deze les is het fijn als je een kussentje hebt en een yogariem of misschien een ceintuur, bijvoorbeeld van je badjas. En een dekentje is altijd prettig, hè? Eventueel om te gebruiken in de houdingen of lekker aan het einde om onder te liggen met de eindontspanning of misschien onder de knieën of onder je hoofd. Dus kun je al je spulletjes even pakken en klaarleggen. Ik zit zelf nog met een blessure, dus vandaar dat je van mij nog andere props ziet. Mocht ik net niet alles de hele tijd vol kunnen houden of mee kunnen doen, luister vooral wat ik aangeef. Dus het is meer horen dan kijken met deze les. Hè? Dus dat je vooral volgt wat ik zeg. Want het kan zijn dat ik net uit de houding al kom en rechtop zit, terwijl jij nog in een houding verblijft. Maar we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Fijn dat je er bent. We gaan zittend beginnen. Dus comfortabel komen zitten. Misschien is dat voor jou lekker met je benen voor je uit. Dat je een kussentje onder de knieën plaatst. Als je veel spanning voelt, bijvoorbeeld in heupen in een kleermaker zit, kijk of je op een kussentje kunt zitten, zodat je heupen wat hoger zijn dan de knieën. En zet jezelf maar neer. Voel maar zo de zitbotten die het kussentje raken of de mat. Delen van de benen, contactmakend met de mat, je voeten. Voel maar dat je hier zo zit. En dan neem je echt even de tijd om hier zo aan te komen in het moment. Zo op te merken hoe je hier nu zit, dit moment van de dag. En zo waar jij in de ruimte bevindt, echt zo je plek innemen in de ruimte en zo op de mat. En observeer maar zo je lijf. Of het ergens wat stijf voelt. Of dat je misschien ergens spanning ervaart. Voelt het juist op dit moment allemaal heel soepel? En ook je mentale lichaam dat je observeert of er gedachten aanwezig zijn. En soms plopt er gewoon iets omhoog. Soms maalt er echt iets dat er bij je speelt. Merk maar op hoe je bent. Misschien ervaar je gevoelens, emoties, je emotionele lichaam. Echt zo contact maken in het moment en hoe je nu bent. Je hele zijn. En kijk maar voor jezelf of je zo mag en kunt toelaten dat hoe je nu bent helemaal oké is. In ieder geval zo voor dit moment. En dan wees je nu zo bewust van je adem. De wat koelere lucht die zo van buiten naar binnen stroomt door de neusgaten. Misschien door de mond. En de wat warmere lucht die zo je lichaam verlaat. En dan voel je ook echt het ritme van jouw ademhaling. En dan mag je nu de aandacht brengen naar je zitbotten. En vanaf die zitbotten ga je met je aandacht omhoog, zo door het midden van je lichaam, helemaal naar de kruin van je hoofd, terwijl je zo stil en rechtop zit. En dan reis je met je aandacht van de kruin van je hoofd weer zo door je lichaam, naar beneden toe, naar de zitbotten.
En dat gaan we doen op je ademhaling. Dus de aandacht bij de zitbotten. En dan op een inademing reis je met je aandacht omhoog naar de kruin toe. En op jouw uitademing weer zo van de kruin van je hoofd door je lichaam helemaal naar beneden. Uitademend naar de zitbotten. En zo ga je door in je eigen ritme. Dus elke inademing helemaal zo vanaf die zitbotten omhoog naar de kruin. En in het eigen ritme, jouw ademhaling, uitademend weer helemaal zo van boven naar beneden naar die zitbotten. En voel ook maar dat je als het ware wat rechterop zit, maar dat die schouders mooi laag blijven terwijl je zo ademt. Mag je zo nog één keer doen? En daarna mag je het helemaal loslaten. Ontspan. Dan breng je de aandacht bij de schouders. En op de inademing neem je die schouders mee omhoog, zo naar de oren toe. En op een uitademing gaan die schouders mee omlaag. En ontspan maar je gezicht, de kaken wat los. Weer zo op je inademing neem je die schouders mee omhoog. De armen zijn echt helemaal losjes, de handen laag. En zo uitademen, de schouders helemaal naar beneden. En doe dit lekker in je eigen ritme. Volg weer je adem. En bewust je gezicht ontspannen, die kaken los. Misschien een glimlach, gaat het vanzelf. Nog één ademhaling, zo in beweging zijn. En dan ontmoeten we elkaar weer zo met die schouders helemaal naar beneden. Laat maar los. En dan breng je hoofd opzij, rechter oor naar je rechter schouder. Terwijl je zo rechtop zit, alleen je hoofd opzij. Voel de stretch aan de linkerzijde van je nek. Je adem door. Voel die stretch, voel je adem. Nog één ademhaling zo hier. En rustig, neem je hoofd weer mee omhoog. Voel even zo links en rechts van de nek hoe het aanvoelt. Subtiel verschil. En dan gaat je linker oor, linker schouder. De beide schouders blijven mooi laag. En voel de stretch aan de rechterzijde van je nek. Adem door. Nog één ademhaling zo hier. En neem je hoofd weer mee omhoog. Zit je weer rechtop. Voel weer even subtiel na. Schouders zijn mooi laag en dan adem je in. En op een uitademing kijk en draai met je hoofd naar de rechterzij weer. Voel de draaiing in de nek. En op een inademing je hoofd mee terug naar het midden. En zo uitademen door naar de linkerkant. Doen we nog een keer, beide kanten. En neem je hoofd weer mee terug, wanneer jij zover bent, naar het midden toe. En dan mag je je rechterarm even zo op de rug brengen. En de intentie is dat die rechterarm op de rug, als het lukt, iets omhoog is. Maar het ene arm, de hand zal helemaal laag zijn, de andere meer bovenin. Maar dat je echt een beetje zo voelt, zo bij die rechterschouder. In je linkerhand pak je dan die riem.
strek je armen even voor je uit. Inademend breng je arm omhoog. En dan uitademend breng je die arm over je hoofd naar achter naar beneden. Dan komt die hand die op je rug is, komt die riem tegen. Dan kun je die vastpakken. Als de handen elkaar niet raken, mochten de handen elkaar raken, heb je die riem niet nodig. Maar als de handen elkaar niet raken, dan pak je met je rechterhand op de rug die riem zo vast. Schouders breng je mooi laag. En je voelt nu die opening zo bij je borst. Als er nou te veel druk is op die linker schouder, dan kun je die elleboog nog wat naar buiten brengen. Ontspan je gezicht, kaken los. Opening bij je borst. Adem hierdoor. Voel die adem zo door je lichaam stromen. Rechterarm op de rug. Linker elleboog is omhoog. Nog een paar ademhalingen zo hier. Adem hier nog een keer wat dieper in en uit. En vervolgens maak je rustig de handen los. De armen naar beneden. Leg je de handen even losjes neer, schouders laag en voel maar na. Vervolgens breng je nu je riem naar je rechterhand. En je linkerarm komt nu op de rug. De schouders kunnen best wel veel verschillen. Ja, dus voel hoe je bent aan deze kant. Of die hand wat hoger is of misschien lager dan net de andere kant. Riem heb je in je rechterarm. Inademend neem je rechterarm helemaal mee omhoog. Uitademend breng je die rechterarm over je hoofd naar achter naar beneden. En dan voelt die linkerhand op de rug die riem. Mochten de vingers elkaar raken, heb je die riem niet nodig, grijp je de vingers in elkaar. En anders is die riem nu verlenging van jouw rechterarm. Linkerarm is op de rug, rechter elleboog wijst meer omhoog. Tenzij je te veel druk geeft in die rechter schouder, dan kun je die elleboog wat opzij brengen. En zo blijven we hier. Adem door. Opening bij je borst. Check even dat je kaken loshangen. Voel je adem. Nog drie ademhalingen, zo hier. En vervolgens mogen de handen los. De armen omlaag, de schouders die zakken. En voel je weer na. De handen rusten bij je benen, de knieën. En dan adem je hier een keer wat dieper in en uit. Uitzuchten door de mond. Heel goed. Dan mogen nu de benen voor je uit, als je dat niet had. Als je op een kussentje zit, kom er even van af. Leg het kussentje maar even aan de kant. En strek je benen dan even voor je uit. Misschien vind je het fijn om ze een beetje los te schudden of een beetje te bewegen of te masseren. Voel je vrij. Om even te doen wat je nodig hebt. En dan plaats je nu de beide handen achter je. Dus je steunt op je beide handen en plaats de voeten maar zo op de mat. Knieën omhoog.
En kijk dat je de voeten lekker breed plaatst voor de opening in je heupen. Adem je in. Uitademend gaan die knieën zo naar de rechterkant. En dan inademend komen de knieën omhoog. En op je uitademing breng ze naar links. En weer inademend, knieën omhoog. Uitademend naar rechts. Misschien wil je naar je linkerschouder kijken. Maak je er zo'n twist van. Adem weer in, kom terug naar het midden. En nog een keer helemaal uit, knieën naar links, misschien rechterschouder. Nog een keer, beide kanten. En ontmoeten elkaar weer in het midden wanneer je zover bent. En dan mag je nu komen op handen en knieën. Het is fijn als je je props meeneemt in de buurt. Hè? Misschien je kussentje even mee naar de voorzijde van de mat bijvoorbeeld. Als je last hebt van knieën, dan kun je eventueel een dekentje onder de knieën plaatsen om het wat zachter te maken. Knieën zijn heupbreedte. En je plaatst je handen echt zo onder de schouders. Ja, dus je steunt op beide handen contact maken zo op de mat. Ga je de heupen een beetje zo van links naar rechts bewegen. En ontspan maar je voeten en de teen op de mat. En voel eens of jij volledige contact van de voeten voelt. Of dat bijvoorbeeld die boven van je voeten wreef helemaal vrij is. Merk maar eens op. Kom je in het midden tot rust en nu gaan we bewegen op je adem in die ketkou. Je ademt in en je lift je borst wat mee naar voren en omhoog. Je kantelt je bekken en de rug is helemaal zo hol. Uitademen, trek je navel in. Je kantelt nu je bekken echt onder je, rond de rug en gaat de keel nog naar de borst. Inademen, navel naar de mat, kantel je bekken. Maak de rug hol en lift je borst, je hart wat mee naar voren. Uitademend, eerst weer goed je navel in, langzaam rond weer die rug, op het laatste keer weer naar de borst. En zo ga je door. Elke inademing maak je de rug helemaal hol. En elke uitademing rond je helemaal de rug. En je volgt je adem, volg je eigen ritme. Echt in zo'n golvende beweging. En dan voel je ook meteen of het heel soepel voelt of dat het juist wat stijf voelt. Voel maar zo langs die wervelkolom. Helemaal zo in contact met je adem en de beweging. Je mag je gezicht helemaal ontspannen. En misschien voelt dit een beetje statisch voor jou. Misschien wil je bijvoorbeeld je heupen wat meer meenemen. Op een inademing, een keer wat meer door die ellebogen, bijvoorbeeld mee naar voren omhoog. Of misschien juist uitademend, wat meer richting met je zitbotten naar de hielen. Dus kijk wat jij nodig hebt. Misschien wil je wat vrijer bewegen. Als je maar beweegt op je adem. Beide handen op de mat in die ketkou. En mocht je dus bijvoorbeeld een polsblessure hebben en het helemaal niet zo volhouden op de mat. Ik heb zelf dus geleerd om deze ketkou zo zittend te doen. Waarbij ik continu inademend die rug ook helemaal hol maakt. En uitadem die navel intrek en zo heel langzaam ook de rug rond en de kin naar de borst toe brengt. Maar in principe doe je dus deze echt op handen en knieën. Maar als dat niet lukt, is het nog een mogelijkheid zoals ik hem nu doe. Mag je nog 3 ademhalingen zo in beweging zijn. En wanneer jij dan zover bent, land je met je zitbotten naar die hielen toe. En dan kom je in een child pose. En zo voorover.
En als je voorhoofd de mat nou niet raakt, kun je misschien je handen op je voorhoofd op je handen laten rusten. Of misschien even een kussentje onder je voorhoofd brengen als dat nodig is. Of even een kussentje onder je borst. Heb je nou last van de knieën, dan kun je eventueel een kussentje zo onder die zitbotten plaatsen. Tussen je hielen en de zitbotten. Ja, dan heb je meer ruimte. Dus kijk altijd wat je nodig hebt. Mag je hier even zo landen in die child pose. Je schouders helemaal ontspannen. Voel zo je adem en de aandacht naar binnen. En dan adem je hier een keer zo in en uit. Dan op de volgende inademing gaat de knie naar de borst. En je rond helemaal de rug. En terwijl je hoofd hangt, kom je nou rustig omhoog. Echt vanuit je core, vanuit die navel. Die engagement, zoals we dat noemen. Neem jezelf mee omhoog. Op tot zit. Dan kom je even verder omhoog en dat je de tenen onder de voeten krult. Je zet die knieën ietsjes meer naar elkaar toe. Dus er zit een beetje, klein beetje ruimte tussen die knieën. En dan land je met je zitbotten op de hielen. Als het nou erg intens is, pak even een kussentje. En dan kun je die bijvoorbeeld zo erop plaatsen. Dan heb je ietsjes meer ruimte. Schouders zijn laag. Leg je handen maar even op je buik. En dan mag die ademhaling hier even in de buik. Kijk maar of dat lukt. En die stretch daar bij je tenen en de onderkant van die voeten kan best heel intens zijn. Kijk en probeer of je er doorheen mag ademen. Voor nog 3 laatste ademhalingen. Trek je de navel in, kom rustig omhoog, komt de verlossing. Land je met je tenen zo op de mat. Duw je bekken een beetje naar voren. Voel even na, schouders mooi laag. Misschien voel je helemaal zo sensaties nu. De onderkant van je voet, de tenen. En dan plaats je de handen weer even voor je op de mat. Mag je even nog kloppen als dat lukt voor waar je nu bent. Even zo om en om doen. Trappelen als het ware met de tenen en de voeten op de mat. En dan plaats je de handen weer onder je. De handen komen weer zo onder de schouders. En dan stap je rechtervoet uit naar achter toe. Dus alleen je rechtervoet stap je uit naar achter. En dan krul je die tenen onder de voet. Die hiel duw je naar achter. En voel even dat je niet je buik laat hangen, maar dat je je navel mooi intrekt. En duw die hiel maar van je weg. Adem door. Terwijl die navel mooi in is, maak je nu die voet los van de mat. En dan bond je de tenen naar achter toe. En je mag je linkerarm naar voren toe uitstrekken. Dus je rijdt met je linkerhand naar voren van je af. En je rechtertenen pontje naar achter. Voel die strekking. Adem hierdoor en je zoekt je balans. Zoek je balans. Focus. Kijk naar je linkerhand. Voel de adem. Misschien gaat u wat veranderen. Nog 1 ademhaling zo hier. En dan breng je linkerhand weer terug op de mat. Dus de beide handen zijn weer op de mat. En dan breng je even je rechterknie naar de borst en je kin naar de borst.
Maak die rug rond. Inademen, strek je rechterbeen uit naar achteren en omhoog. Rug weer hol. En nog een keer. Adem weer uit. En nog één keer. En weer uit. En vanaf hier mag je weer in een child pose komen. Dus leg jezelf neer, lekker de armen ontspannen, je handen, de vingers. Weer even de aandacht naar binnen, de aandacht naar je adem. En adem je hier nog een keer bewust zo in en uit. Inademend kom je weer omhoog. En je brengt jezelf weer op handen en knieën. Je plaatst beide handen voor je op de mat. Linkervoet stap uit naar achter. Linkervoet naar achter, tenen aan de mat. Krul de tenen onder je linkervoet en duw de hiel naar de achtermuur. De navel is mooi in en voel de strekking voor deze kant. Adem door. En terwijl de navel mooi inhoudt, maak die linkervoet nu los en point die tenen naar achter van je af. Vanaf hier maak je dan je rechterarm los en strek je rechterarm naar voren toe uit. En dan zoek je je balans. Dus je rechterhand is helemaal uit naar voren. Kijk maar naar je rechterhand. Voel die strekking. Linkervoet van je af. Voel de adem. Adem door. Focus op je adem. Kijk of je er rust in kunt brengen. Nog één ademhaling hier, waar je nu zo bent. En dan komt eerst je rechterhand weer terug op de mat. En dan vanaf hier breng je linkerknie naar de borst en breng ook de kin naar je borst rond de rug. Inademend, strek je been, maak de rug hol, lief je borst mee naar voren en omhoog. Uitademend, maak de rug weer rond, je wordt weer helemaal klein. En nog een keer, adem weer in. En vervolgens komen de knieën weer op de mat. En kom er even kort in een child pose. Ontspan. En hier adem je dan een keer zo in en uit. Breng jezelf rustig weer omhoog. Op handen en knieën. En zorg ervoor dat je rechterhand op de mat is, maar echt onder die schouder. Je linkerhandpalm, die draai je open naar het plafond. Je linkerarm laat je zakken op de mat. En ik wil een volledige linkerschouder aan de mat. Als die linkerschouder de mat nou niet raakt, plaats dan je kussentje eronder of een dekentje. Zodat je kunt steunen. Rechterarm over de linker en op een inademing breng je rechterarm omhoog. Adem hierdoor. Voel die strekking van je linkerschouder zo op de mat. En je ademt als het ware helemaal zo door je rechterarm, helemaal naar je rechterhand. Die vingers misschien helemaal naar het plafond, misschien ben je meer naar de zijmuur. Je hebt je eigen strekking. Adem door. Focus op je adem. Nog één ademhaling zo hier. En dan breng je rustig die rechterarm naar beneden. Die hand plaats je op de mat bij je gezicht, dat je zelf omhoog duwt. En dan ben je weer op handen en knieën.
Nu plaats je linkerhand goed onder de schouder, zo op de mat. Dus en draai je rechterhandpalm open. Die rechterarm komt nu door het oog van de naald. Rechterschouder aan de mat. Als die rechterschouder niet aan de mat komt, plaats je een dekentje of een kussentje eronder. Voel dat je echt kunt steunen. Zo met die schouder op de mat. Linkerarm over de rechter. En inademend neem je linkerarm mee omhoog. Voel de strekking aan deze kant. Rechterschouder aan de mat. Linkerhand omhoog richting het plafond. Voel je adem. Focus op je adem. Nog één ademhaling zo voor deze kant. En breng je rustig die arm weer terug naar beneden. Je kunt steunen op je linkerhand. Kom je rustig omhoog. En dan komen we met de zitbotten aan de mat. En de benen voor je uit. En dan mag je komen liggen op je rug. Dus kom maar liggen op de rug. Je mag je benen helemaal neerleggen. Maar als de benen al gestrekt zijn en je voelt het trekken in die onderrug, dan kun je altijd even in het begin vooral je voeten nog op de mat plaatsen. Je mag je handen zo op je buik neerleggen. En weer zo contact maken met je adem. Even zo mag die ademhaling nu in je buik. Inademend komt die buik wat omhoog. Uitademend voel je naar beneden zakken. Je voelt je handen zo meebewegen op je adem. Bij jouw volgende inademing adem je een keer wat dieper in die buik. En op je uitademing zucht je wat uit en laat maar wat los. Misschien een spanning of een gevoel of een gedachte. En dan mag je de armen zijwaarts neerleggen in een hands-up of in een cactus. Dus de ellebogen liggen in één lijn met je schouders. En ook je pols liggen weer in één lijn met de ellebogen. Dus de armen zijn zo 90 graden. En de kin mag je een beetje intrekken. Je schouders zijn laag en losjes. En dan adem je in. Op een uitademing draai je met je hoofd, kijk je richting je rechterarm. Inademend je hoofd naar het midden toe. Uitademend draai je hoofd en kijk naar links. Laat helemaal los vanuit de schouders, terwijl je zo doorgaat en je eigen adem volgt. Mag je zo nog een keertje naar rechts en dan nog een keertje naar links. En wanneer je zo ver bent, ontmoeten we elkaar zo in het midden. Mag je de voeten op de mat plaatsen? De armen breng je naar beneden toe op de mat. En zorg ervoor dat je je kussentje hebt. Als je niet in handbereik ligt, dan pak je hem eventjes. Zodat je je kussentje naast je hebt. Als het kan, als je bijvoorbeeld een wat lager en een wat hoger kussentje hebt, even graag het meest hoge of het meest stevige kussentje.
En anders kun je een kussentje pakken en daar misschien je dekentje nog even op leggen. Dan is hij ook ietsjes hoger of steviger. Nu op een inademing maak je billen los van de mat en je duwt je bekken omhoog. Nu plaats je dat kussentje zo onder je billen als het ware en de onderrug. Dus ik wil dat je even je hand zo onder je rug brengt. Het middenste gedeelte van de rug is dan dus vrij. Dan leg je de armen ietsjes wijder neer, heb je een beetje stevigheid. En vervolgens wandel je die voeten nu van je af. Dus langzaam begin je de benen te strekken. En dan land je op je hielen. Misschien vallen de voeten een beetje naar buiten. Je wil helemaal zo die strekking voelen, zo aan de voorkant van je lichaam. Zo bij die hipflexors en de onderbuik. Misschien vind je het lekker om je armen boven je hoofd uit te strekken. Zo boven je hoofd op de grond. Dat je nog meer opening voelt bij je borst. En probeer hier echt even los te laten vanuit je heupen. Je benen. Het is als het ware een kleine backbend. Misschien voel je dat wel. Dat die wervels daar in die onderrug misschien een beetje op elkaar drukken. Dat komt omdat we natuurlijk een kleine backbend maken. Om even die voorzijde te rekken. Maar tegelijkertijd is dit ook voor je onderrug. Adem door. Dan mag je hier zo 3 rustige en bewuste ademhalingen nog zo zijn. Vervolgens buig je lichtjes je knieën, kom je wat op die hielen en dan stap je voor stapje weer terug de voeten op de mat en zo naar de billen toe. Breng je de armen langs je lichaam naar beneden. Duw die voeten in de mat wanneer je inademt, je bekken omhoog duwt en je duwt je bekken nu omhoog helemaal tot waar jij kunt komen. Dus voel die strekking, adem door. Haal dan nu met je hand het kussentje onder je vandaan. En terwijl je nog bovenin bent, trek je eerst je navel in. En dan kantel je bekken. En dan rol je als het ware rustig af. Dus je voelt wervel voor wervel van boven naar beneden. Heel langzaam die rug op de mat komen. Kijk of je bekken helemaal kunt kantelen. Dat je langzaam jezelf laat zakken. Als je eenmaal op de mat bent, mag je de voeten breder plaatsen. Laat je knieën naar binnen toe tegen elkaar aanvallen. En je handen weer op je buik. Even de rug stabiliseren. De ademhaling in je buik. Adem hier weer een keer dieper in die buik. En op je uitademing lach je wat loslaten. En wandel de voeten wat meer naar elkaar toe, dat de voeten weer echt zo bij de billen staan. Rechtervoet blijft dan op de mat en je linker enkel plaats je zo tegen die rechterknie aan. Dus niet je voet op die knie, maar echt je enkel. En die linkerknie is wat van je af naar voren toe. Dat ligt eraan aan de opening in je heup. Dus je checkt even of je nog meer opening hebt in je heup. Door die knie niet met je handen te duwen. Maar vanuit zichzelf iets naar voren toe te brengen. Vervolgens verplaats je handen naar je rechterbeen. Je linkerarm komt als het ware door het oog van de naald. Hè? Dus een gat tussen de beide benen. Rechtervoet los van de mat. En dan pak je de achterkant van je rechterbeen vast. Terwijl je rechtervoet naar je bil zo hangt, ontspant. En dan wil je die stretch voelen bij je linkerbil en zo aan de zijkant van die linker dijbeen. Als je te weinig voelt of wanneer die ellebogen erg gebogen zijn, kun je misschien een stapje verder. Dan pak je met beide handen zo je rechter scheenbeen vast. De schouders laat je goed zakken.
Heb je nou last van handen, polsen of kun je om wat voor reden dan ook je rechterbeen echt niet vasthouden met je handen? Dan kun je onder die rechtervoet een verhoging maken van bijvoorbeeld een kussentje of een kussentje en een blok. Zodat je de armen ontspant, maar wel in die houding kunt verblijven. Voel je stretch, voel je adem. Toch drie laatste ademhalingen zo hier. Nu jij zover bent, maak je de handen los. En dan eerst komt je rechtervoet weer terug op de mat. Haal je bewust je linkerbenen vanaf en strek je linkerbeen maar even uit. Helemaal zo op die mat. Even je linkerbeen zo uitgestrekt op de mat laten rusten. En dan gaat nu je linkervoet op de mat voor de andere kant. Plaats je rechter enkel zo tegen de linkerknie. Opening, hè, weer in die heup zoeken, maar ook heupen kunnen best verschillen tussen links en rechts. Kijk of die rechterknie wat naar voren van je af kan. Beide handen linkerbeen en kom weer in die houding. Pak eerst de achterzijde van je linkerbeen vast. Of als je denkt dat je aan deze kant meer kunt gebruiken, dan pak je je scheenbeen vast. Zoek jouw houding, voel jouw stretch, rechterbil, rechterdijbeen. Schouders maar laag naar de mat. Ontspan je gezicht hè, weer, ogen zacht, kaken los en voel weer je adem. Adem als het ware maar even naar je stretch toe. Voor nog drie laatste ademhalingen zo hier. En wanneer jij dan zover bent, de handen weer los. Linkervoet weer terug naar de mat. En mag je beide benen neerleggen op de mat. Ontspan, laat los vanuit je heupen. Ontspan je armen, de handen, de vingers. Dan mogen één voor één de knieën omhoog, voeten los van de mat. De handen bij de knieën, maak je even cirkels. En ook de andere kant op, andere kant cirkels maken. En dan breng je die knieën nu helemaal naar je borst. En terwijl die knieën bij je borst blijven, open je de armen wijd en je laat je benen en de knieën zo zakken naar de rechterkant. Schouders helemaal naar de mat. Als je nou last hebt van een schouder, als die erg omhoog komt of het geeft spanning, rol even een dekentje op en plaats die dan even zo onder die schouder. Schouderbladen richting de mat, je armen losjes. Als je een volledige twist wilt, dan kun je met je gezicht nog even richting je linkerarm draaien. En hier weer zoveel mogelijk ontspannen.
Ontspan ook je billen, de benen. Zo vanuit je linkerheup wat loslaten. Voor nog 3 laatste ademhalingen hier. Je zo ver bent, eerst je hoofd weer terug naar het midden. Navel wat in. Je kunt eerst je knieën omhoog brengen. Eventueel plaats je eerst nog even voeten op de mat. Even een klein momentje zo zijn. En vervolgens mogen de knieën omhoog, knieën weer naar de borst. En laat je benen en knieën vallen naar de linkerkant. En ook zelfs in zo'n liggende twist kunnen links en rechts verschillen. Voel of je wat nodig hebt bij je schouder of schouders, misschien een dekentje of zelfs een kussentje. Ontspan je billen, de benen, je armen losjes. Misschien kijk je richting je rechterarm. Heb je ook nog een draaiing in de nek, zo langs je hele wervelkolom. Maar als dat te veel is voor de nek, dan hou je hoofd in het midden. Voel je adem. Ontspan. Nog 3 laatste ademhalingen, zo hier. Jij zo ver bent, eerst je hoofd weer terug naar het midden. Neem je de tijd om weer rustig uit die houding te komen. En mogen de voeten op de mat. Even hier weer een klein momentje zo zijn. Mag je je knieën optrekken? Voeten los van de mat. Kun je de armen even om de benen heen slaan en zachtjes heen en weer wiegen van links naar rechts. Schouders losjes. En in het midden tot rust. De handen boven op de knieën. En inademend gaan de knieën naar voren. Een stukje van je af. En zo uitademen. Trek je zo je knieën naar je borst. En je ademt weer in. Een stukje naar voren van je af. En adem uit, helemaal naar je borst. En nog een keer adem erin. En helemaal uit. En dan mag je alles loslaten. En dan mag je jezelf nu gaan klaarmaken. Neerleggen voor Shavasana, de eindontspanning. Zorg dat je comfortabel ligt. Als je snel last hebt van je onderrug, plaats hem even onder de knieën. Kussentje of een dekentje. Kijk of je de benen echt los aan elkaar kunt leggen. Je armen losjes. Misschien lekker een dekentje over je heen of sokken aan. Als je wat onder je hoofd plaatst, dat je misschien erg last hebt van je nek. Het is altijd lekker om zoveel mogelijk recht te liggen. Maar als dat niet lukt, let er dan in ieder geval op dat het een klein laagje is. Zodat je niet met je kin naar de borst toe gaat. Dat je niet je hoofd kiept. Maar dat het echt de ondersteuning is van je nek en dat je hoofd ook helemaal zo ontspant. En dan kom je helemaal liggen.
blijf je hier zo in de eindontspanning. Als je nou een langere eindontspanning wilt, dan kun je nu even switchen naar mijn andere video. Hè, voor die langere eindontspanning, voor die Shavasana. En anders blijf je hier nog even zo een paar minuten liggen. En terwijl jij dan zo helemaal ontspant, wil ik je alvast bedanken voor het volgen van deze les. En hoop ik je graag weer de volgende les te zien. Namaste.